Er is gewisseld. De bordjes zijn opgestoken. De trainer heeft de wissels doorgevoerd. Tom Leenaerts, ja. Hier aanwezig. Een van de Tom Leenaertsen van deze minstens 16. Is het waar? Ja. Ik zal uitleggen waarom. Ik ben ooit gevraagd geweest van de zomershow van Marcel van Tilt. Ik denk dat het in de tijd was van de Schalkse Ruiters. Ja. En dan wouden ze een x-aantal Tom Leenaertsen krijgen. Hebben ze dan geïnterviewd. En dan hebben ze een aantal een filmpje van opgesteld. Om dat te tonen tijdens de show. Je hebt toen nog andere Tom Leenaerts. Ja, dus we zijn al hier met andere Tom Leenaerts iets gaan drinken in een café, net bij de VRT. Dus, eigenlijk zouden we moeten samen inchecken in een hotel. Hè. Goedendag, Tom Leenaerts. Goedendag, Tom Leenaerts. Ja, Tom Leenaerts. Ja, dat zou inderdaad heel grappig zijn. Ja. Ja. Wat is uw onderzoeksgebied? Wat bent u aan het AI-lab? Oh, hoe ben ik terug? ik ben van dezelfde generatie als de vorige gasten. Ik ben mijn doctoraat gestart in 93, denk ik. Ja, 93, 94. Maar ik was niet direct in het AI-lab. Ik was eigenlijk door het doctoraatstudent van Bernard Manderik. Dat was een van de eerste doctoraatstudenten van Luc Steels in de tijd. Dus van die het lab eigenlijk gestart is in de jaren 80. En Bernard focuste zich voornamelijk op genetische algoritmes. Dus eigenlijk, juist gehoord, subsymbolische AI. Dus algoritmes die de evolutie gaan gebruiken om problemen te optimaliseren. Mm-hmm. En dus daar was het voornamelijk over, hoe kunnen we dat nu gaan gebruiken om bijvoorbeeld kennis uit data te trekken, of hoe kunnen we dat nu gebruiken om verschillende dingen te controleren. Heel veel verschillende toepassingen. Ja. En uiteindelijk heb ik mijn doctoraat gedaan rond een kruisbestuiving van biologie en genetische algoritmes, omdat, ja, dus dat ik al verteld, het interessante van AI is dat je eigenlijk op de doorsnede kan werken van verschillende wetenschappen. Ja. En zo, dat puur engineering verhaal, dat lag mij niet echt zo. Ik heb altijd op de rand gewerkt van die verhalen. En toen dat verhaal was echt van, oké, binnen de evolutionaire biologie heb je een idee dat noemt dynamische hiërarchieën of evolutionaire transities. Het idee dat je gaat van simpele moleculetjes naar complexere dingen, naar cellen en multicelorganismes enzovoort. Dus echt het ontstaan van het eencellig leven zelfs. Ja, het betrekkende van nul en tot menselijke gemeenschappen. En daar hebben ze dus theorieën over in de evolutionaire biologie. Ja. En die theorieën kunnen we gebruiken ook om nieuw algoritmes te gaan ontwikkelen. En dus mijn bijdrage, of een van de eerste bijdragen die ik gedaan heb daar, was eigenlijk een nieuw algoritme voorstellen, hoe dat we dat kunnen gaan gebruiken om optimalisaties te gaan doen. Dus het is niet dat je AI toepast op biologie, gebouwd AI-systemen geïnspireerd op door de hoe de evolutie... Ja. Dus met het idee om nieuwe systemen te ontwikkelen die misschien sneller of beter optimale oplossingen kunnen voorstellen voor heel complexe combinatorische problemen. Software laten evolueren... Ja, bijvoorbeeld. Muteren ook dan? En, ook, ja. Ja. Dus en je hebt een heel domein, ook in die tijd, vanaf de jaren 70 tot de jaren 90, genetisch programmeren. Het idee was, je gaat in plaats van zelf te programmeren, ga je dan laten evolueren in beslissingsbomen, dat soort van zaken. Ja, ja, ja. En die lossen dan voor die problemen op. En degene die goed werken, die ga je eruit halen. Die ga je proberen te verbeteren met wat mutaties, misschien combineren met elkaar. En zo hoopte je een beter programma te krijgen om een oplossing voor het probleem te doen. Maar hoe zo een hele hoop software laten muteren door eigenlijk gewoon ifjes eruit te halen en Dan Elsen erin te gooien, dan, naar mijn gevoel loopt dat dezelfde goed, krijgen we dan altijd een... Dus als je puur mutaties hebben wel, maar die hebben ook seks, die algoritmes, in de zin van, je kunt gecombineerd die. En this is where software has. En die krijgen een stukje van elkaar en die krijgen een nieuw DNA, dat eigenlijk de gemeenschappelijke deel is van de twee ouders. Dus af en toe zit je koffie te drinken en zeg je, waarom zit je niet op een bureau? Mijn programma's zijn aan het poepen. Ik kan even niet meer doen. Zoiets, ja. Maar het is het idee van, want ze hebben ook aangetoond dat mutatie alleen niet voldoende is. Dus als je gaat kijken van, dat zijn heuristieke algoritmes die gaan proberen benadering te vinden voor heel moeilijke problemen. Dus wat gaan die proberen? Die gaan zeggen, oké, we gaan proberen door delen of goede delen van bepaalde oplossingen samen te brengen. En die dan leidt tot een beter kind eigenlijk, dat eigenlijk dan wel een probleem kan oplossen. En dan de mutatie is puur om nog exploratie toe te laten. Want je denkt in de meest, als je kijkt naar de geschiedenis van de algoritmes, de meeste zoekalgoritmes, dat gaat over exploratie, exploitatie. Dus je buit uit wat dat goed is en je voegt er wat random dingen bij om misschien te kijken of je daar geen betere oplossing kunt vinden. Ja, ja, ja. Ja.
De termen symbolisme en subsymbolisme zijn hier al gevallen. Ja. Ik weet niet eens of ik ze er zelf eigenlijk snap, dus ik ga gewoon testen en dan hopelijk kom ik tot een beter begrip. Ja. Bij symbolic AI begrijp ik het dan goed dat ik dat moet zien als... Moeten we naar Bart kijken. Ah, voilà. Ja, ideaal. Voilà. Bart Bogaerts. Ja. Voilà. Kijk, wat een prachtige introductie. AI-onderzoeker? Ja. Hier? Ja, ik ben hier prof aan het AI. Ah, voilà. Wel, symbolisme, moet je dat dan zien als logische symbolen, als groter dan, kleiner dan, element van, of is dat te simplistisch voorgesteld? Zeker, dat valt zeker. Ja, dat is symbolisch, absoluut. Dus beweringen als een reeks van symbolen namelijk. Mm-hmm. Over symbolen die ergens betekenis hebben in de echte wereld, denk ik. Okay. Om het even te contrasteren met bijvoorbeeld een neuraal netwerk, of wat daar nu in het midden ergens een lichtje aangaat of niet aangaat, één signaal gegeven wordt of niet, heeft heel weinig betekenis. Je kunt dat is een signaal dat gegeven wordt. Een netwerk van elkaar activerende knooppunten. Ja. Ja. Terwijl als wij hier nu praten over, weet ik veel, hoe de scheduling hier aan de VUB gebeurt, daar zijn een hele hoop symbolen. U-roosters gemaakt worden. Dat zijn een hele hoop zaken die, zoals er is iets gepland in een bepaald lokaal of er is een bepaalde persoon die een bepaalde les geeft. Dat zijn allemaal symbolen die betekenis hebben voor ons. Als ik zeg, die persoon geeft dit vak, dan weet jij perfect wat ik bedoel. Die persoon is een symbool, moet ik het zo zien dan? Ja, ook de relatie van het relatie, tussen die twee personen, daar is een symbool, daar wordt een symbool voor gebruikt om die relatie voor te stellen. Ja. En die kun je gaan combineren met connectieven, daar kun je beweringen over doen, zoals wij in de natuurlijke taal eigenlijk constant doen. Hè? Ja. Maar je kunt die beweringen ook gaan doen in talen die... ook door een machine begrepen worden. Ja. Een heel precieze manier. Daar is waar ik mee bezig ben. Ik denk dat een van de vele voorbeelden is van termen uit de AI die voor een breed publiek heel moeilijk te plaatsen zijn, net omdat symbool heeft een zekere betekenis in het dagelijks taalgebruik. Mm-hmm. En dan denken mensen aan een logo bijvoorbeeld. Ja. En binnen de AI is symbool dan eerder een soort betekenisdrager, een object, een relatie. Een beetje logica, hè? Als je logica kent, dan denk ik best dat dat een logisch taaltje is, maar er zijn heel veel verschillende logische systemen. Hè? Mm-hmm. Niet alleen de klassieke binaire logica. Dus, als ik een zin opschrijf, de kat zit in de doos, mm-hmm. kan ik kat zien als symbool, doos als symbool en zit in. En er is een relatie tussen de kat en de doos. Ja. Dus zit in noem ik dan ook een symbool? Ja, dat is een relatie. Voilà. De twee symbolen. Dus dat is dan menselijke taal? Als ik het wiskundig schrijf, 3 is een element van de mm-hmm. natuurlijke getallen, dan heb ik 3 heeft de betekenis, die element van. Mm-hmm. Dat zijn dan, en neurale netwerken is dat totaal anders. Dat, die punten hebben niet dat soort betekenis, dat is gewoon elkaar activeren. Dat is tot symbolisch, hè? Dat is symbolisch. We zijn er al. Oké, symbolisch. Je werkt met betekenissen en die kunnen combineren. En dan subsymbolisch. Je moet ook historisch zien, maar veel mensen dachten van hoe gaan we ooit intelligent systemen bouwen? En je gaat dan een groepje mensen zeggen van logica. Logica is de oplossing. Wij gaan een heel simpel systeem bouwen door gewoon alles te dicteren met logica. Andere mensen zeggen nee, dat kan niet. De natuur werkt niet met logica. Beesten werken niet met logica. Dat wordt volledig anders. Dus we gaan kijken naar neurale netwerken, naar evolutie, naar cellen wat die met elkaar interageren. We gaan dat nabootsen om intelligentie te creëren. Dus en daarom heb je twee wegen eigenlijk. Ja. En wat interessant nu is met de huidige generatie, is dat plotseling die neurale weg ook gaat samenkomen met de symbolen. Dus ik vind dat niet zo recent, hè. Ja, nee, maar er is nu meer hype rond in de zin van dat het voor heel weinig gedaan werd. Hè. Is dat een zin die je vaak gebruikt? Dat is eigenlijk niet zo recent. Dat zal wat ook zijn. Als je kijkt over naar fuzzy logic, hè, dat is een ander soort logica. En wat ik daar wel mooi... Kun je heel veel kritiek geven op fuzzy logic, maar wat er wel mooi aan is, is net dat de link al tussen dat symbolisch en dat subsymbolisch daar gebeurt. Ja. Dus je uitspraken, je objecten zijn vage verzamelingen en die zijn gegrond in de reële wereld. Je kunt zeggen, iets is min of meer rood. Ja, dus fuzzy logic, dus het ligt niet zo echt vast, het is een beetje vage. Maar handen. Ook, het is numeriek, hè? Uw input is eigenlijk numeriek, en je gaat naar een symbolische laag, want je spreekt over het concept rood. Mm-hmm. Maar uw sensor input, uw camera,
met getalletjes, hè, ja, die staan voor iets dat min of meer rood is. En dus ja, tegen een camera zouden kunnen zeggen, tussen deze en deze RGB-waarde is het rood en daarbuiten niet. Ja, ja, dat zou de binaire, klassieke... En bij Fuzzy Logix, ja, is het zo van, vanaf hier begint ongeveer, het minder, ja, rood te worden. Ja, en dan, ja, kun je eigenlijk, zoals dat je neuraal netwerk traint, kan je dan het concept gaan leren, wat is min of meer rood. Ja, ja. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb een computer geleerd wat min of meer rood is. Dat is, ja, ja, een perfect normale zin. Dat is een perfect normale zin in AI Lab. Ja. Ja. Dat is een perfect normale zin, ja. In dit gebouw kan dat. Ja. Welke lessen geef je? Geef je les of onderzoek of allebei? Allebei. Qua lessen geef ik eerder de wiskundigere vakken binnen de computerwetenschappen. Ja. Dat gaat over de theorie van... wat kan er nu berekend worden en wat niet, bijvoorbeeld, aan de computer? Waar liggen die limieten? Zijn er dingen die je niet kunt berekenen? En er zijn heel eenvoudige dingen die je gewoon niet kunt berekenen. Dan ook vakken die meer richting mijn onderzoek toe gaan. Ja. Dus meer naar de logische kant toe gaan, naar combinatorische optimalisatie. Ja. Dit is het eerste academiejaar sinds ChatGPT, denk ik. Wat ChatGPT is dan in januari gelanceerd. Ja, ja, ja. Dus het is de eerste lichting studenten, ja, die zouden kunnen gemotiveerd zijn door de AI-golf. Merk je daar iets van bij de nieuwe studenten van dit jaar? Ik geef geen les in het eerste jaar. Ah, ja. 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 Dus de nieuwe studenten van dit jaar heb ik nog niet echt ontmoet. Bij mij, ik ben professor ook aan de Franstalige kant hier, van boven de campus. En bij ons zie je niet echt veel mensen instromen, omdat wij ook geen specifieke bachelor hebben rond AI, wat bijvoorbeeld wel het geval is hier aan de VUB. Ja. Maar ik weet niet of dat zo'n grote invloed heeft. Ik denk het ook niet echt. Omdat ik denk dat er twee dingen zijn. Hè. Enerzijds de hype, maar anderzijds ook alle verhalen waar het al een keer misloopt met AI. Hè. En dat toch een beetje een tegenbeweging is. En ik ben heel overtuigd dat het... Ja. Per se een instroom gaat geven naar een informaticaopleiding. Okay. Ik denk dat er heel veel interesse van andere wetenschappen is nu rond AI. Legal, sociologisch. Dat je daar meer en meer mensen gaat zien van ik wil toch met mijn sociologische achtergrond of wettelijke achtergrond iets gaan doen rond dat verhaal. Maar het er eigenlijk daar voornamelijk over gaat in de media ook. Ja, ja. Want het gaat eigenlijk bijna nooit over de technische kant van het verhaal. Ja, de algoritme zelf. De algoritme zelf, ja. Te weinig wiskunde in de krant. Ja, maar niet alleen dat. Maar er wordt ook een beetje gesprongen op verhalen die door de... Maar uiteindelijk, wat er nu vooral verschilt met vroeger, is dat de bedrijven nu vooral bepalen waar de AI over gaat. Het zijn niet de academici die bepalen waar de AI over gaat. Dus je hebt de OpenAI's, je hebt de Microsoft, je hebt de Googles. Die bepalen waar het over gaat. Ja. En Large Language Model is één fractie van het verhaal. Mm-hmm. De rest is. Er is nog veel meer andere zaken die gebeuren. En ik denk dat dat gewoon een beetje de scheeftrekking momenteel is. En als je dan daarop focust, ja... Er zijn zelfs veel mensen in AI die nog niet snappen hoe dat het Large Language Model juist werkt. Mm-hmm. Wat vraag je dan van het algemeen publiek dat die dat gaan begrijpen? Dus die gaan meer begrijpen, kijken van, heeft dat impact op mijn werk? Heeft dat impact op mijn sociale relaties? Ja. Heeft dat impact voor een of wat? En dat gaat voor hen veel belangrijker zijn, dan van, hoe werkt dat nu juist, het systeem? Ja, en ook heel veel bedrijven die nu het gevoel hebben, wie niet mee is met AI, blijft achter. Dus die, ja, inderdaad. Ja. Ik geef een heel toegankelijke, algemene lezing over AI. En ik ben de voorbije maanden geboekt bij een reisbureau, bij kindertelevisieprogramma's. Okay. Bij van alle, elke bedrijfstak heeft nu het gevoel. En dus misschien vandaar dat er ook wel een soort fundamenteel onderzoek en heel toegepaste AI kan of gaat ontstaan. Veel grafici die nu heel graag willen werken met al die image generators, maar die daarom niet per se een diffusion systeem willen snappen, bijvoorbeeld. Oh nee, dat is een nieuwe laag die er bovenop komt uiteindelijk. Okay. Dus hetzelfde dat je nu waarschijnlijk meer en meer die chatsystemen gaat hebben in applicaties waar dat nuttig is, waar je dingen mee kunt doen. Ah ja, maar dat is niet per se dat het je creatieve werk gaat verminderen. Je gaat misschien sneller dingen kunnen testen die je in je hoofd hebt. En uiteindelijk is het altijd die persoon die grafische opstelling maakt, wat hem juist wil en wat dat voldoet aan de verwachtingen die hij denkt of zij denkt, die de mensen willen zien. Ah ja. Dus ik denk, dat gebied is dat opnieuw een nieuw penseel in het arsenaal van die mensen die dat soort van werk uitvoeren. Dus eigenlijk zoals dat je in de auto-industrie van de ontwerper van een nieuwe verbrandingsmotor
motor het hele spectrum hebt tot de technieker die herstellingen doet in de garage, gaat er bij AI eigenlijk ook wel de... Inderdaad. Ja, mensen zien de toepassingen, hè, en niet wat er achter zit. Ja, ja. Wat ik heel vaak merk, hier bij jullie die er zo diep in zitten, die er zo lang mee bezig zijn, is het wenkbrauwengefrons als er termen gebruikt worden als de computer denkt en de computer heeft een afbeelding verzonnen en we vragen aan de computer en dan antwoordt die. Zijn we ons te weinig bewust van de wiskunde? Of is dat iets... Jullie hebben daar zoveel wiskunde achter gezien dat het wat... gek is om daar een menselijke term op te kleven opeens. Ik heb een discussie... Niet dat alleen de wiskunde. Het is zeer interdisciplinair. Het gaat ook over evolutietheorie bijvoorbeeld, wat je dan wel weer wiskundig kunt begrijpen. Ik zou niet durven zeggen, het is alleen de wiskunde die erachter zit. Maar het is inderdaad een beetje een gevaarlijk woordgebruik. Ja. Omdat je dan... ja, de indruk geeft dat het ding echt denkt. Ja, terwijl dat het denken dan veel meer aanwezig was, bijvoorbeeld in de old school AI, in de expertsystemen. Ja, dat kon een denkproces van een mens wel als stimuleren. Als dit daar gebeurd is, moet ik die beslissing nemen. En als dit en dat gebeurt, moet ik die beslissing nemen. Dus daar zou het woord wat meer van toepassing zijn. Stel je voorbeeld, machine learning wordt al heel lang gebruikt in de medische sector. Voor voorspellingen van oorzaken van ziektes voordat ChatGPT of LLM's bestonden. Zelfs bijvoorbeeld IBM heeft zijn Watson geprobeerd, ze gingen kanker oplossen. Ze hebben er nooit in geslaagd om het te doen. Ze zeiden, als we alle informatie samenbrengen en met onze algoritmes gaan we de antwoorden vinden die al die kankers gaan oplossen. Dat is nooit gebeurd. Ze zijn hetzelfde gaan beweren met de large language models nu. Eigenlijk hetzelfde. En dan gaat je terugkijken, wat doen andere mensen? Andere mensen werken op algoritmes die heel diep getest zijn, waarvan je accurater kunt zeggen van die systemen die geven met die correctheid een antwoord op die en die vragen. Wij gaan nooit zeggen van die systemen... hij hallucineerde dat jij een ziekte had. Dat gaan we nooit niet zeggen. En dus nu, dat is eigenlijk een discours dat opnieuw door die grote bedrijven wordt gedaan. Van als ze gaan zeggen, nee, onze systemen maken fouten, dan verliezen ze aandelen. Als ze zeggen, nee, ons systeem hallucineert, dat is veel mooier, dat is veel menselijker en dat wordt aanvaard. En dus, we moeten echt oppassen om dat taalgebruik over te nemen. Want in principe, die systeem, als je die effectief wilt gaan gebruiken in een toepassing, in een industrie, dan wil je een zekere correctheid hebben van de informatie die je eruit haalt. Dan wil je dat kunnen kwantificeren. Ja. Momenteel kan niemand kwantificeren wat de juiste error rate is van een large language model. Dat is het grote probleem. We moeten daarmee oppassen. En natuurlijk, veel mensen hebben die fear of missing out, ze willen er allemaal mee aan deelnemen, maar ze kunnen gaan in een straatje lopen, dat ze misschien op een bepaald moment met hun neus tegen de muur gaan lopen, maar als ze iets aan het doen zijn, dat niet door de gebruiker zal aanvaard worden als bruikbaar, maar er niet genoeg garanties zijn over wat je kan verwachten van zo'n systeem. Ja. Dus dat is wel problematisch. Ik ga deels schuldig pleiten, omdat als ik praat tegen een breed publiek, dan zeg ik al eens, de computer maakt deze afbeelding... Ja, maakt kan nog wel, denk ik, maar de computer heeft deze afbeelding verzonnen. Ja. Is een woord dat ik mezelf wel eens hoor gebruiken. Ja, het is ook wel metaforisch. Dat is ook typisch menselijk, hè? Ja? Mensen gaan, als ook aan dieren kennen wij bepaalde menselijke eigenschappen toe. Als wij een systeem krijgen dat intelligenter lijkt dan wij in bepaalde zaken, gaan wij er ook bepaalde menselijke eigenschappen aan toekennen. Dat is heel natuurlijk. Je doet dat met een dier ook. Ja, vaak zeg het. Ja. Dus als je een psycholoog nu aan de tafel zou krijgen, zou je perfect kunnen uitleggen waarom het dat is. Maar enfin, dus dat is normaal dat wij dat doen. Well, ik had mijn boek dan geschreven en ik las daar af en toe terug en dacht van, hier zeg ik verzin en hier zeg ik... Dus ik heb het nu in het voorwoord gezegd dat dat allemaal metaforisch is en dat alleen maar rekent. Ja. Mm-hmm. En dat is ook, ik geef dan een heel kort overzichtje van beeldherkenning door een neuraal netwerk. En ook daar zeg ik eigenlijk, uit taalgebruik zeg ik van, dat netwerk heeft dan leren zien dat er een kat staat op die afbeelding. Terwijl, ik heb het dan ooit proberen wat correcter te maken door te zeggen, en door die verbindingen te trainen, reageert het netwerk met het antwoord neuron kat op een afbeelding van... Dat is dan correct, wordt moeilijker, hè. Want dan zit heel die zaal ook te kijken. Maar ik denk, als ze dan naar uw voorstelling komen, dan gaan ze, als ze meer willen weten, gaan ze het opzoeken. Dus gaan ze beter vinden, wat gebeurt daar nu juist, wat werkt daar nu juist? Ik hoop het, maar... Je moest het boek lezen. Vader is het boek lezen. Ja, voilà, inderdaad. En ik heb ook linken gezet, zowel
na de voorstelling toon ik een website. Als in een boek staan de linken naar Three Blue One Brown, het YouTube-kanaal. Die een heel mooi wiskundig, een heel toegankelijk, zo toegankelijk mogelijk wiskundig overzichtje heeft van netwerken, backpropagation. Dus dan denk ik van ja, daar had ik geen plek voor in een boek. Dat kunnen ze dan op YouTube maar gaan bekijken. Ja, ChatGPT, het valt hier al een paar keer. Ik heb de indruk dat het voor jullie een vloek en een zegen is. Dat het een zegen is omdat het echt de spotlight op je vakgebied zet. En ja, een vloek is dan een groot woord, maar de inflated expectations. Mm-hmm. Het ding is zo indrukwekkend dat het bijna moeilijk is om geen inflated expectations te hebben. Hoe leg je ChatGPT uit tegen uw super enthousiaste familieleden die op familiefeest naar u komen? Jij doet iets met AI, ik heb met ChatGPT gewerkt. Hoe zet je hen met de voetjes op de grond? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Door het een wiskundig vraagstuk te geven en gegarandeerd te misten. We hadden een keer een Excel-sheet op. Ah ja, hoe doet dat? Wiskundige vragen stellen aan ChatGPT. Heel voorzichtig, namelijk de variant moet voldoende zijn dat die nog niet, dat er niks te dichtbij al ergens online op een of andere website staat. Of niet iemand anders die het al geprobeerd heeft en dan weet ik veel. Maar OpenAI die dat gezien heeft, denk ik dacht, heel simpel, hier kun je ook uitleggen, want je hebt al heel lang... Uiteindelijk is een large language model een language completion model. Die gaat eigenlijk proberen een zin te vervolledigen. En in de cursussen die wij allemaal geven hier rond AI, daar komen bigrammen, trigrammen in. Dat zijn eigenlijk gewoon het idee van, je neemt de Engelse woorden, alle woorden. En je neemt heel veel teksten en je gaat berekenen wat de kans is om een bepaald woord een bepaalde positie in een zin te zien. Uh-huh. Of je gaat de kans berekenen dat een bepaald woord gevolgd wordt door een ander woord, of dat twee woorden worden, dat een woord volgt op twee woorden, enzovoort. Dat zijn trigrammen. ChatGPT is eigenlijk een 3000 gram. Dus dat betekent, die hebben 3000 stukjes informatie en dan plakken die het volgende woord erachter. En dat is eigenlijk het maakt het heel krachtig, want je hebt heel veel context en door die grote netwerken met heel veel parameters kunnen die eigenlijk die hele complexe waarschijnlijkheidstabel comprimeren naar een simpel tussen quotes neural netwerk. Ja. En ergens zit in de netwerk die probabilistische tabel die gewoon zegt van ik heb 3000 woordjes, dat is het volgende. Maar wat ook weer moeilijk is voor de leek, die 3000 woorden die je voedt aan je neural netwerk, die staan nergens in die volgorde online. Dus hij heeft geen voorbeeld van na die 3000 woorden. Als je dat effectief zou uitschrijven, dan heb je een gigantische tabel voor elke combinatie van 3000 woorden, wat is het volgende woord? Ja. En natuurlijk, dat is een aantal partikeltjes weet ik veel waar. Hè? Dus dat kun je niet voorstellen. En het is juist de kracht van heel die large language model dat die eigenlijk in staat zijn geraakt om zelfs maar met 175 miljoen parameters dat toch te kunnen voorstellen en toch iets gesofisticeerd te doen. Ja. En dat is eigenlijk een soort van compressie van een hele complexe waarschijnlijkheidstabel naar iets dat eigenlijk behandeld wordt. Ja. Artificial general intelligence, artificial narrow intelligence. Dus artificial narrow intelligence AI die een heel specifieke taak kan uitvoeren. Die blue schaakcomputer, fantastisch ding, maar het kan de afwas niet doen. Artificial general intelligence is dan de droom van... Van ons vakgebied. Ja, voilà, inderdaad. Gaan we dat systeem vinden dat alles kan doen? Ik weet al wat je gaat antwoorden. is ChatGPT narrow intelligence of general intelligence? Ik kan daar allerlei vragen aan stellen. Het is te zien welke dimensie dat je bekijkt. Inderdaad. Het kan over alles babbelen, maar het kan alleen maar babbelen. Ah, ja. En als jij weggaat, ga je het niet wegstellen. Het blijft daar, het staat eruit dat jij terug een vraag stelt. Dus besef niet dat het gedaan heeft met werken. Ja, oké. Het heeft geen awareness van, ik heb geen vragen, ik kan misschien gaan slapen. Ja. Maar dus je zou kunnen zeggen, inderdaad, het kan over van alles praten. Maar het blijft bij babbelen. Maar de narrowness, zoals dat die blue schaakt, gaat die... Ja, en praten is dan misschien ook al een groot woord taal genereren. Ja, mogen we dat dan wel babbelen, praten noemen. Ja. Dus dat is van die language completion. Ja. Het is ook al gepasseerd vandaag in de gesprekken. Ik vind het ook frappant en heel boeiend hoe ver de opinies uit elkaar liggen bij de experten. En ik heb nu wel een indruk dat hier dat het heel erg down to earth is, dat het echt gaat over...
jongens, het is hele slimme wiskunde en we weten dat er indrukwekkend uitziet, maar dit zit onder de motorkap en allemaal rustig aan. Terwijl dat je bij de Sam Altmans en Geoffrey Hintons en Geoffrey niet meer. Is het echt? Ja, van die van Google. Die is teruggekomen, is ontslag genomen bij Google. En dan zei hij van, oei, we zijn die gevaarlijke dingen aan het doen. Maar die zegt, we zijn gevaarlijke dingen aan het doen. En ik hoor ook een interview bijvoorbeeld met Geoffrey Hinton, waarin die zegt van, ChatGPT is een next word predictor, maar, zegt hij, in het neuraal netwerk heeft hij wel een begrip van de betekenis van die woorden. En voilà, kijk, dan zie ik kijken. Dat zouden ze graag aantonen. Dus ja. Ik heb nu ook een schoon connectie met mensen in Silicon Valley via Berkeley. En er zijn een aantal mensen, elke keer als er een conferentie, daar kom ik naartoe, en er zijn een aantal mensen daar die eigenlijk uit die OpenAI's en die metas komen ook naar die conferentie. En eigenlijk voor die lancering, mijn frang is toen niet gevallen, ik zat op de bus met een van die mannen van OpenAI, en die had dus een gsm naast mij, zie wat we kunnen doen. Ik zei, ja, maar ja, who cares? Echt, ja? Een half jaar nadien, ChatGPT. Dat is dan oké, want ik wist van, ik had er misschien meer aandacht moeten spenderen aan die kerel. Dus die eerste text generation... Dat was knap, trick. Maar ik had zoiets van, broer, ik heb dat niet nodig. Party trick, ja. Ik vond dat niet, en ik van, oké, ja, dat is knap gedaan, niet en alles, maar niet, ik had, toen ik dat zag, zeker niet de impact verwacht die je nadien in januari kreeg. Het is ook weer terug, het voorbeeld dat ik daar altijd gebruik van, aan de student op mondeling examen, hè. Ja. Het is niet omdat die student zeer plausibele zinnen kan uitspreken die iets te maken hebben met de cursus, dat het echt de dieper achterliggende redenering ook begrijpt. Hè. Je hebt eenmaal studenten die wel goed zijn in de definities van het boek, de dingen citeren die erin stonden, standaard oefeningen kunnen oplossen, maar... Als je echt zegt van dat begrijp, voor mij is dat dan een student, hè, 17 of meer, die echt mee kan redeneren met mij. Hè. Ja. Die ook een nieuwe maar sommige mensen kan... argumenteren dat als die reporter dat van de New York Times is, die aan praten was met ChatGPT en die uiteindelijk gedwongen werd om te scheiden van zijn vrouw. Ja, wel. Wat soort van verhalen. Ja, dus, wat noemt je dan? Het diepere redeneren. Maar het is interessant voor mij omdat, zat, ja, het is interessant niet stoppen die, op een 16. Hè. Ja, in die context hè, zijn er bijvoorbeeld veel mensen die als we kijken, wat is als wij voor ChatGPT AI-systemen programmeerden, dan moesten wij een doel programmeren. En we moesten zeggen, oké, wat is het doel van dat systeem? De vraag is nu, ze hebben nu dat systeem getraind. Heeft dat systeem een intern doel? Wat is het doel van een ChatGPT-systeem? Heeft dat een doelfunctie? Nee, want reageren op hun prompt. Maar je gaat nooit zelf intern zeggen van, mijn doel in het leven is om te reageren op uw prompt. Of mijn doel in het leven is om bepaalde kennis te verstrekken. Dat is gewoon een systeem dat completion doet. Dat is niets mee. Zijn doel is realistische zinnen maken. Voilà. Die gaat dat niet zelf zeggen. Die reflecteert daar niet over, als een doel is. Het ging over discussie over het algemene AI. Dus dan kan je kunt zeggen dat het systeem algemene AI is, maar dat geen interne doel heeft. Nu, wat je ook zei, is het antwoord en dan stopt het met praten. Hè, want, en dan wacht het gewoon. Ik gebruik weer heel menselijk woord, maar we kunnen niet anders, want we hebben het erover. Er zijn ook experimenten met die... AI-systemen die blijven gevoed worden. Ja. Ik denk dat AutoGPT was zo een experimentje, waar je eigenlijk vraagt aan zo'n taalmodel, ik wil morgen een quiche bakken, wat moet ik allemaal doen? Dat hij dat allemaal opschrijft. En dat hij dan zelfs door extra bevraging online de ingrediënten zou gaan bestellen. Dan zit er wel met iets dat zichzelf in gang houdt en dat eigenlijk... Ja, ik heb dat ook iets van gelezen, maar ik heb er niet meer veel van gehoord de laatste tijd. Dus, AutoGPT is een enorme hype, enfin, had een enorm wow-effect. Ja. Daar verschenen op een bepaald moment de wildste verhalen van. Het bekendste was iemand die gevraagd had... Ik ga met mijn vrouw en mijn kind van 5 jaar een weekend naar Parijs. Boek mij een weekend. En dus volgens de legende zou die hotels gezocht hebben, hotels geboekt, tickets geboekt voor het Louvre online en kreeg die een mail met een volledig reisplan en alle geboekte tickets. De weken daarna is het compleet stil geworden. Rond AutoGPT, dus sowieso zal dat gehyped zijn. Maar het boeiende daar, vind ik wel, is dat die lege taal, om het zo te zeggen, die statistisch geproduceerde taal, dat je die wel terug omzet in echte acties. Dus dat uw tokens, uw puntjes, wel omgezet kunnen worden in een actie online of een... Maar nu is de vraag, wat staat er naast dat taalmodel als systeem? Ja. Dus uiteindelijk, het taalmodel wordt gebruikt om
antwoorden genereert die dan leiden tot beslissingen? Wat zit daarnaast als systeem? En hoe wordt een ander systeem aangedreven? Is het dan speciaal getraind geweest om reservaties te maken en, en vakantieplanningen te doen, toevallig? Heb je dat misschien als een prototype gedaan? Je kunt daar verschillende controles rond die LLM zetten, want je kunt die fine-tunen, dat je voor bepaalde doelen gaan werken. Dus de vraag is, wat stond daarnaast? En daar heb ik weinig zicht op gehad, want ik heb een begin ook al van gehoord, de auto-GPT, maar je hebt daar niet de details echt gekregen van wat is de andere techniek die ernaast staat, hoe werkt het juist? Ah ja, maar stel je nog binnen het taalmodel blijft en je vraagt, ik ga een weekend naar Parijs, wat is een goed hotel? ChatGPT kan nu een hotel suggereren, want dat zat in de trainingsdata, dus die kan zeggen, je kunt het daarin. Maar dan zou je, denk ik, binnen het taalmodel ook eens kunnen vragen, kan ik daar een online reservering maken? Misschien zouden ze zelfs kunnen vragen, is er een API die jij kunt aanspreken met bepaalde software om die reservering te maken? En dan zouden we binnen het taalmodel kunnen dat maar verder gaan tot als je een echte concrete actie hebt om een reservering te maken. Maar het is theoretisch. Hè, want het zou dat kunnen, zolang dat het systeem die informatie heeft. Maar ChatGPT had geen toegang tot internet in die tijd. Het was beperkt tot een bepaalde datum. Ja. Maar ik heb dan problemen. Over laatst hadden we de Benelux AI-conferentie. Een van onze collega's gaf een presentatie daar. En die had gewoon gevraagd aan het systeem van ik moet met de metro van de VUB naar Centraal, doe mij een voorstel. Mm-hmm. En wat dat systeem gezegd, die zegt van gepakt de metro. Nee, ik wil de metro pakken in Petillon en dan wil ik naar het Centraal Station. Maar die zegt van gepakt de metro in Petillon en dan neem je de trein tot Merode en dan pak je de trein, de tram in Merode en dan gaat het aan de andere kant uit. Niet met Brussel Centraal. Dus dat is van, oké, dus als jij wilt dat zo'n systeem je gaat vertellen dat jij moet reizen, kun je misschien in een heel verkeerd land terechtkomen. Ja. En dan eindigen we het en je stapt uit in waar je moest zijn. En dan is dat die gaat helemaal niet naar daar. Maar het is wel heel realistische tekst. Het is heel goed gegenereerd. Het is echt perfect voor wat het getraind is. Dat ziet er echt uit als een routebeschrijving. En je stapt uit in, wat was het, Centraal Station? Centraal, denk ik. Zoiets was het, ja. En opnieuw, ja, je zou dat bijna gaan volgen. Dergelijke scenario's. Ik denk dat dat moet rond de eeuwwisseling geweest zijn. Wanneer ik gewoon vertelde aan de studenten over agentsystemen. Hè. Mm-hmm. En autonome agents, ja, dat is wat je eigenlijk wilt dat ze doen. Ja, ja. Maar liefst niet dergelijke fouten. Hè. Maar dat is wat we ook embodied AI noemen. Hè. Dus dat een agent kan begrijpen wat dat jij wilt hè, en daar een plan voor bedenken en dan een deel van dat plan ook uitvoeren. Dat is een perfecte assistent die eigenlijk alles van u weet en u kan bedienen. Hè. Komt hij eraan of is het nog lange termijn? Ik zal ook zijn wanneer dat we genoeg vertrouwen in zo'n systeem gaan hebben. Ik denk wel dat voor een stuk die technologie misschien een voorstel van een reis kan maken, hè, maar ik denk net zoals dat ik een voorstel zou vragen aan een reisbureau, zou ik toch nog altijd eerst een keer willen zelf checken of dat het wel... Een van de schoonste voorbeelden die ik ook in het boek gezet heb, is twee New Yorkse advocaten. Die een rechtszaak hadden over iemand die verwond geraakt was op een luchthaven. Die hadden gevraagd aan ChatGPT, zijn er precedenten van dit soort zaken? Die had een heel overtuigende lijst afgedrukt, die zij ook afgedramd hebben in de rechtszaal en die waren allemaal overtuigd. Ja, maar dat is weer een student die op het examen komt en die daar met een verhaal komt en dan zeg je als prof niet alert bent van er zitten hier toch dingen in die niet kloppen. Ja, dan heeft hij een heel overtuigend antwoord gegeven dat je in steek houdt. En je moet rekenen, dat systeem is ook getraind om overtuigende antwoorden te geven. Want ChatGPT is niet enkel in die large language model. Je hebt daar die reinforcement learning met human feedback. En het is dat ding dat u eigenlijk aan bedotten is. Want het is niet zozeer dat language model, maar het is dat ding dat getraind wordt om zo realistisch mogelijke antwoorden te geven. Overtuigend in de respons. En dat zijn dus mensen die hebben gezeten van, dat vind ik overtuigend, dat niet. En dat systeem is getraind, puur door manuele correcties van mensen, om te komen tot iets dat u kan overbluffen. Dus eigenlijk, het lijkt een beetje op Amerikaanse politiek, overtuigingskracht is belangrijker dan de inhoud. Maar als je dan ook zegt, die large language model op zich is misschien niet zo'n probleem, het feit dat er iemand dat systeem op naast plaatst om je te overtuigen. En dat moet toch mee oppassen, denk ik. En dat het geen zelfreflectie heeft om te zeggen van, nu ben ik eigenlijk aan het zeven. Hoewel er wel zelfreflectie in geëngineerd is als Die antwoord eindigt altijd
maar check eens de timetable. Ja. De laatste zin is dat zit daar eigenlijk hartstikke in. Maar check voor de zekerheid even de timetables. Disclaimers. Ja. Disclaimers. Ja, dat zijn dan weer dezelfde trucken van de forum van de oude chatbots ook. Ja, ik moet straks nog een show spelen. Ook nog. Ja, en dat wordt natuurlijk, ja, die dat natuurlijk heel... Dus iedere keer dat jij nou gaat zeggen, denken, ik ga nu op dat podium staan met een in. Ja. Ik zal nu gaan hebben. En ik ga dat even nuanceren, want eigenlijk zou ik toch moeten zeggen dat... En, ja, ik begin de voorstelling al met demystifying natuurlijk. Maak je geen zorgen. Het is alleen maar software die goed is in patroonherkenning. Behalve natuurlijk het symbolistische. Ja. Volledige laag onder moeten leggen. Ja, maar het is interessant. Het is tof dat het nu heel veel aandacht krijgt. Het is een probleem dat de mensen maar een heel beperkt beeld krijgen van het verhaal nu. Maar uiteindelijk, voor ons is het een schone tijd. Hè. Bedoel, er wordt veel aandacht gegeven aan het onderwerp. Meer enthousiasme dan frustratie bij de aandachtsgolf. Ja, voor mij persoonlijk wel. Maar ik voel me ook niet geroepen om nu per se op large language models te gaan werken. Dus ik vind het interessant dat veel mensen dat willen doen. En dat ze daar een wedding uit halen, dat ze dat tof vinden. Maar je kunt toch sowieso nooit in competitie gaan met de Googles en whatever. Hè. Maar dat toch wel heel geavanceerde technologie is. Bedoel, het is en je moet ook de rekenkracht hebben om die dingen te kunnen doen. En daarom vind ik het ook heel knap dat ze die open source dingen allemaal aan het doen zijn. Ook, hè. Juist, ja. De Meta ook, denk ik. Die... Ja, Meta heeft nu vandaag iets laten weten dat ze een was het Pi of zoiets? Ja, een nieuw systeem volledig open source zouden doen. Okay. Dus, ik vind dat tof toch, want ik denk dat die open source ook garandeert dat we wel controle kunnen over wat er juist in het systeem gebeurt. Maar ja, anderen zeggen dan ook, die open sourcing zorgt ervoor dat iedereen met slechte bedoelingen... Maar dat is al lang vertrokken. Als de mensen die hebben dat lang gekopieerd. Ja. Als je nu gaat beslissen, dat mag niet. Dat is al lang gekopieerd. Dat is veel te laat. Daarvoor zijn we toch te laat. Ja, maar hetzelfde. Je zegt dat voorbeeld nu. Maar je hebt dan DeepMind, die over laatst AlphaMycense op de markt gebracht. Dat is dus een systeem dat voorspelt of de mutatie tot ziekte kan leiden, ja of nee. Okay. Dat is aanvaard in een wetenschappelijk journal, zonder dat die een code hebben bereikt. Dat is niet normaal. En dat is niet correct. Want maar als argument was, ja, maar als we dat wel doen, gaat dat misbruikt worden voor weet ik veel wat. Mensen van, ja, maar mannetjes, dan mocht je dat systeem bouwen, maar dan komt het niet in een wetenschappelijk journal. Ah, ja. Dus dat is het goed probleem dat wij momenteel hebben. Je hebt heel veel van die bedrijven die credibiliteit creëren door artikels naar conferenties te sturen, zonder eigenlijk al de informatie te verschaffen. Wat voor ons als review, wij moeten dat nalezen in 2 weken, ben al mogelijk gemaakt om het op waar naar waar te schatten, omdat wij de capaciteit niet hebben, de resources niet hebben. En je moet enkel dat verhaal lezen. En dat vind ik een beetje een fout situatie. Van mij mogen bedrijven al dingen ontwikkelen, maar als je wetenschap doet, moet je dan de wetenschappelijke regels vasthouden, moet je dat ook volgen, en moet je niet je eigen spel willen opdringen, omdat je dan toch alles wilt publiceren, zodat je... Want eigenlijk doen ze dat om patenten te vermijden. Het feit dat zij die vlag kunnen planten, moeten zij niet het natuurproces van die patenten doen. Dat is volgens mij de benering achter heel het systeem. Ja.